Hallo, welkom bij deze nieuwe vlog van Van der Wielmakelaardij. In deze vlog wil ik wat gaan vertellen over wanneer een koopovereenkomst nou eigenlijk echt tot stand komt. Want in de praktijk krijg ik daar best regelmatig vragen over. De vraag van een koper bijvoorbeeld, als ik een bod heb gedaan en het wordt geaccepteerd door de verkoper, zit ik er dan gelijk helemaal aan vast? Nou, het antwoord is kortweg nee. Want in boek 7 van het burgerlijk wetboek staat een artikel dat bij de verkoop van een woning aan een particulier de koop pas echt tot stand komt als de koopovereenkomst is opgesteld en is getekend door beide partijen. Dus zolang de koopovereenkomst niet is getekend, zit de koper er nog niet aan vast. Maar let op, ook de verkoper zit er nog niet aan vast, zolang hij niet getekend heeft. Dus ben je het eens over de koopsom van de woning, dan is het zaak om zo snel mogelijk de koopovereenkomst op te laten stellen en die te tekenen, zodat het op papier staat, getekend is. En dan is de koopovereenkomst pas voor beide partijen bindend. De koper heeft na het tekenen van de koopovereenkomst nog wel 3 dagen bedenktijd. Dus dat betekent in die 3 dagen kan de koper nog zonder opgaaf van redenen zich terugtrekken. Let op, dat geldt alleen voor de koper, dus niet voor de verkoper. Nou, verder zien we dat in de koopovereenkomst regelmatig nog wel ontbindende voorwaarden worden opgenomen. En de meest bekende ontbindende voorwaarde is de ontbindende voorwaarde voor de financiering. Dus dat koper nog wel de hypotheek rond moet krijgen. En als dat niet lukt, als koper die hypotheek niet krijgt, dan kan koper alleen met die specifieke reden de koopovereenkomst ontbinden. Een andere bekende ontbindende voorwaarde is de ontbindende voorwaarde voor de bouwkundige keuring. Dat koper de woning nog bouwkundig laat inspecteren en als dat erg tegenvalt of gekke gebreken uit naar voren komen, dat de koper zegt van nou, dan kan ik er nog vanaf. Maar dat zijn specifieke ontbindende voorwaarden die dan in de koopovereenkomsten opgenomen zijn. Nou, ik hoop dat ik hiermee wat duidelijkheid heb gegeven over de vraag wanneer de koop echt rond is. En ja, heb je daar verder nog vragen over, dan kun je altijd contact met ons opnemen. Dan leggen we dat graag nog verder aan je uit. En verder wens ik je veel succes bij het kopen of verkopen van je woning.